save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. Ja, ik ben er eenmaal niet zo vaak met het huis uit bezig, want ik had nog geen onverwachte voor te kijken. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Mis je dan? Ja. Ja. Wat mis je? Lachen, geloof ik vooral. Ongenadig konden wij lachen samen. Over niks. Klaterend kon ze lachen. Ja. Ja, ziet er indrukwekkend uit. Kijk eens, dat Himalaya. Wat een controle, wat een lichaamsbeheersing. Heb jij het praatje al gedaan, Mol? Nee, dat ga ik zo direct doen. Okay. Ik heb alleen gezegd dat we een paar dagen niet gefilmd hebben, omdat het weer ook niet zo mee zat. Nee. Dus we weinig gedaan hebben eigenlijk. Toch zie je wel, maar ja, dat had ik al een beetje. Ja. Dus, maar we hebben toch hele leuke dagen gehad. Dat is toch even ter info, hè? Ja. Want juist door het slechte weer zijn we ook andere dingen gaan doen en zo. Het was eigenlijk wel leuk. We hebben leuke mensen ontmoet. Ook best wel dingetjes gezien. Inderdaad. Veel plezier gehad. Heel erg leuk gegeten gisteravond. Ik zou het praatje houden. Oh ja, maar, I'm gone. Ja, net of het niet waar is. Net of het niet echt is. Had ik op die begrafenis ook, alsof het niet echt is. Alsof het een beetje... alsof je in een film staat. Maar is het natuurlijk niet zo, weet ik wel. Ja, ook omdat die herinnering zo levendig is. Ik kan haar uittekenen. Je kan haar uittekenen. Ze kan hier zo binnenstappen. Precies hoe ze klinkt. En hoe ze ruikt. En haar handen. Dus dat is zo raar. Ze is er nog helemaal. Ik ga opnieuw een duik nemen. Heel snel, goed. Ik leg mijn horloge in. Weet je wat de pest is? Ik moet van mijn bedje afkomen. Want je gaat toevallig op een plek het water in waar er allerlei obstakels tussen staan. Echt waar? Je moet een beetje moeite. Ik moet wat wel voor hebben. Ja, ik ga niet op mijn horloge zitten. Ik leg hem zo. Schat, ik heb zelf een bedje. Ik ga niet op jouw bedje zitten. Oh. Doei. Doei. Bam 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 bam. Ja, ik vind het heel erg. Ik vind het. Het was zo'n ja, echt een tof wijf, hè? Ja. Ja. Denk je nog wel eens aan haar? Ja. 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 Kijk, dit is erin gegaan. Fles is leeg. Dus we weten het wel weer, hè? Zie. En toen opeens, toen stond ik het gras te maaien en belde Alfred en zei dat ze dood was. En ik, nou ja, dat is. Dat was een vreselijk moment. Want ik had het totaal niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Ik had gedacht dat ze nog een jaar of twee jaar zou hebben. En opeens was ze weg. Dat vond ik heel zwaar. Oh ja joh, dat is ach wel ja joh. Oh ja. En Noor had een hele leuke. We moesten 2 minuutjes lopen voor de excursie. Staan de taxichauffeurs allemaal te roepen, tachi tachi, weet je, de taxi. Zegt Noor niet, ik zeg no, gewoon nee, no. En Noor zegt no,
En die wil toch nog een beetje vriendelijk zijn, net als bij die verkopers. Dus die zegt, two minotos. Two minotos. Two is Engels. Dus dat had alvast dos moeten zijn. Als je dat Spaans praat, doe het dan abollayo, dos minotos. Maar two minotos kan ook zijn, two naar minotos. Dus die taxichauffeur denkt nou, two minotos, waar liggen minotos? Ik ken jullie minotos. Two minotos. Nou, zal wel weg zijn. Zal wel blijven op zijn voeten krijgen zonder tachy. Two minotos. Dus ja, je zegt dos minotos. En ik vraag me nog af of minotos wel een officieel Spaans woord is voor minuutjes. Daar komen we nog wel achter, mensen. Ja, we hebben een hele leuke vakantie gehad, hè? Ja, heel leuk. En nou ja, we zijn eigenlijk ook best wel weer blij dat we naar huis gaan, want we missen Amsterdam toch wel weer een beetje. Ons huisje missen we. Dit huis is eigenlijk alleen maar Sylvia. Ik heb overal foto's staan. En daar voel ik me ook goed bij. Ik ga elke dag die confrontatie met haar aan. Zij was mijn grootste liefde. Is mijn grootste liefde. Ja. Wij hoorden bij elkaar, ja. In alles. Vijfenveertig jaar geleden wordt ze hier geboren. De Madurastraat in Den Haag. Ze is de dochter van Leni en Freek Millekam, Sylvia Maria. Ze is enig kind. Een meisje dat haar eigen fantasiewereld creëert. Leni, haar moeder, herinnert zich hoe Sylvia als peuter al haar eerste publiek wist te charmeren. En stond ze in de box voor het raam. En iedereen die voorbij ging en een blik op haar wierp, die kreeg een gulle lach. En zo heeft ze wat vrienden overgehouden in die tijd. Een oud opaartje dat iedere dag eventjes kwam kijken. En zei van, als ik haar gezien heb, is mijn dag weer goed. En zo ook een klein jongetje wat in de buurt woonde. Dat moest iedere dag met zijn vader even langs voordat hij ging slapen. Even naar Sylvia kijken. Even naar Sylvia kijken. Toen was ze net een jaar, denk ik. Doordat ze alleen was en er niet zoveel kleine kinderen in de buurt waren, verzond ze zelf er vriendjes of vriendinnetjes of wat het ook was. In haar gevoel zag ze die figuur ook echt. Daar praatte ze tegen. En heel bewust hoor, want eentje was dan een Mamita en dan keek ze omhoog. En een Abdulala en hoe ze aan die woorden komt. Wij hebben ze nooit gebruikt. Dan zat ze daar op de grond te spelen met van alles en nog wat. En dan maakte ze haar eigen wereldje. Zo! Sil had het met de achtste al geroepen, of zeven of acht was, en toen zei ze, ik word actrice. Dus voor haar was dat helemaal niet nieuw. Ze wilde... Dat wist ze op de achtste? Ja, dan zei ze al, ik word actrice. Want ze kon toen actrice, dat was ook heel nog een beetje moeilijk. Maar ze werd actrice, dat stond voor haar wel vast. Bam, 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 bam. Als ze 12 is, verandert het leven drastisch. Freek, haar vader, krijgt een baan als kok in een verpleeghuis in Boksmeer. De familie verhuist.
Moest ik afscheid nemen van mijn boezemvriendjes en vriendinnetjes. Dat was afschuwelijk. Heb ik weken niet geslapen, noem maar op. En dan kom je in Brabant, in Boksmeer. En daar versta je de mensen in het begin niet. Van, had jij nog dit? Had jij een box thuis? Had jij een nieuwe box? Ik denk dat ze zich rot heeft gelachen in het begin. Zo van, hé, gooi je met naar de Maas even zwemmen door. Ik denk dat het daar haar begin van haar stemmencarrière is begonnen. Nou, wat ik eigenlijk het leukste aan haar vond, is ze was ontzettend eager om altijd maar iets van iedere dag te maken. Dus lekker in het leven staan. En als het niet leuk was, dan zorgde ze wel dat het leuk werd. Heel groen was ik. Ik was wel hip, maar anders hip dan stadship. Ja. Dat was toch anders. Ik had vlechten en geen make-up en boerenrokje met klompjes. Dat was bij ons allemaal heel modern. En waren jullie van de Beatles of van de Stones? Nou, wij waren absoluut van de Stones. Ja, de Stones, ja. Wij gingen altijd in een discotheek in Boksmeer. Als we dan uitgingen en Sympathy for the Devil werd gedraaid, dan maakten ze automatisch de dansvloer al vrij, want dan ging ik mijn act bouwen met, ja. Please to meet you. Hope you got my name. Of zoiets. Als ik mijn ogen dicht doe, dan hoor ik zo haar lach, bijvoorbeeld. Een hele diepe, warme, volle lach. En die is me altijd bijgeleverd. Mind you, hè, is lang geleden nu, MAVO voor mij. En, maar dat is wat zij mij destijds heeft gegeven. Een bepaalde inzicht of een bepaald dat je met eigen kracht, hè, of op eigen kracht dingen kunt draaien. Die hoef je niet neer te leggen bij. Je kunt soms naar andere wegen zoeken om het voor jezelf en voor anderen prettig of uitdagend of spannend of acceptabel te maken. En, zodat je niet zomaar bepaald wordt door alles en iedereen. Dat is, ik denk, een van de belangrijkste dingen die ze mij toen al, hè, nu pas bewust, maar toen al meegaf. In Boksmeer droomt ze van een carrière. En ze werkt in een lunchroom. Dus met koffie en gebak. Mm-hmm. Zijn Brabantse vrouwen toch best wel dol op. En patat en frikandellen rondbrengen mm-hmm. en zo. En na school bezoekt ze eenzame bejaarden in het verpleeghuis, waar haar vader werkt. Ze zei, als ik geen actrice word, dan wil ik in de verpleging. Ja? Ja. Maar Sylvia wordt actrice. Als ze 20 is, wordt ze aangenomen op de toneelschool van Maastricht. Ik had zo'n goed gevoel. En toen kwam die envelop, 's morgens om 11 uur. Toen zei mijn moeder, niet openmaken, eerst koffie zetten. Ze zei, maak jij hem open? Ik zei, nee, het is jouw envelop, dus maak jij hem maar open. Nou, en toen las ze dan dat ze was aangenomen. Tot onze vreugde. Nou, bij vreugde ben je al weg, hè? Ze heeft wel 10 minuten staan juichen bij wijze van spreken van... Ik ben erbij. Wat was het nummer van Nederland ook alweer in 1931 of zoiets? Weet ik niet, scheef. Moet het weten, Koen? Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Heerlijke schat. Wat zeg je liever? Ik zeg heerlijke schat, zeg ik. Jouw geluid staat er ook op, dus het is voor eeuwig vastgelegd, hè? Dat is ook de bedoeling. De eerste keer dat ik er zag, dat ik tenminste in ieder geval zeker weet dat ik er zag, was op de toneelschool. Toen liep ze over het de binnenplaatsje van de toneelschool naar de deur. En zij zat net op school, ik zat in de derde klas en zij was net op school gekomen, was aan het begin van het jaar. Dus wij keken natuurlijk naar alle meiden van de eerste klas en zij was adembenemend mooi. Alsof ze licht op zich had gekregen, zo liep ze daar. En die hele klas viel stil. Dat is het allereerste beeld wat ik me van haar kan herinneren. Maar toen wist ik nog niet wie ze was, dus. Ben je toen meteen achter haar aangegaan? Nee. Nou, dat durfde ik sowieso niet. Maar later kwam ik er eens in een café tegen. Het café van de toneelschool, Dikke Dragonnen, waar we altijd 's avonds naartoe gingen. En toen ben ik met haar in gesprek geraakt. En dat gesprek heeft 8 jaar lang geduurd.
In haar stormachtige leven en carrière heeft Sylvia Millekamp 3 langdurige verhoudingen. Ze woont 8 jaar samen met Gijs de Lange, nu toneelregisseur. Daarna 8 jaar met Haye van der Heijden, acteur en comedieschrijver. En tenslotte 9 jaar met Nol Willemsen, vliegtuigtanker. Nol is de man met wie ze zou zijn getrouwd als ze niet ineens zo ontzettend ziek zou zijn geworden. Wat heeft ze in mij gevonden? Ja, vorm van veiligheid. Op dat gehad was het wel een klein meisje. Misschien dat ze dat in mij vond, die geborgenheid ook. Dat ik op de gemak kon stellen. Wat je zegt, het was ook een klein meisje. Ja, met bange gevoelens ook. Kleine angsten. Een hele sterke vrouw aan de ene kant en een heel bang, afhankelijk musje aan de andere kant. We waren denk ik misschien een jaar of anderhalf jaar bij elkaar. We liepen over de PC Hoofdstraat. En gewoon, het was mooi weer, liep een beetje te slenteren en ik stapte een winkel binnen. Ik zag iets en ik stapte daar binnen en dat had ze niet gezien. En ik kwam, ik denk 2 minuten later weer op straat. Toen stond ze te huilen. Ze was me kwijt. En ik zei, wat, ja, god, ik liep even die... Ja, oké. Ze had echt iets van je moet bij me blijven. Ze bad ook. Ja? Ja. Ja. Wanneer? S'avonds. Voor zichzelf. Ja. Niet dat, waar ik nou bij was. Ja. Maar ze zei ook dat ze dat deed. En... Elke avond voordat ze ging slapen, vouwde ze haar handjes. Ze ging niet op de knieën voor het bed zitten, dat niet. Ze deed in stilte, zodat de man naast haar dat niet merkte. Maar ze gaf het wel toe dat ze altijd voor het slapen gaan even ging bidden. Dus ze geloofde zeer in God. Ik dacht, ja, dat is een soort, zoals Reven katholiek is, weet je wel. Je dacht, het is ironisch bedoeld. Ja, een soort van, een soort spel. Een beetje spelletje ermee, ook wel een beetje koketteren ermee, met het hogere en zo. Maar ik geloof dat het veel serieuzer was dan ik toen heb gedacht, ja. Waarom denk je dat? Omdat ik te later, toen ze ziek was, daar natuurlijk veel over gesproken heb met haar. Dit zijn allemaal medaillonnetjes met de heilige Christoffel, met Maria, met Jezus, met ook, ja, Christoffel is dat die je altijd in de auto hangt om te beschermen. Dat is dan, nou, echt schitterend. Daar voelen ze zich ontzettend verbonden mee. Ja. Zo erg dat ze zelfs de BV de beschermengel heeft genoemd. Dat zegt toch wel wat. Haar BV heette de beschermengel. De beschermengel, ja. Daar voelen ze zich ook weer veilig bij. Toch iets... wat over de schouder bij kijk. Een bang meisje dat bescherming en aandacht zoekt, wordt de populairste vrouw van Nederland. Ik kom los, ik ben vrij, heel de kosmos is van mij. Met New Age en mijn Iep ga ik onvoorstelbaar diep. Ik kom los, ik ben vrij, heel de kosmos is van mij. Met New Age en mijn Iep ga ik onvoorstelbaar diep. Los, vrij, kosmos, mij, Age, Iep, onvoorstelbaar diep. Los, vrij, kosmos, mij, Age, Iep, onvoorstelbaar diep. Age, Iep, onvoorstelbaar diep. Aart Staartjes, die de comedienne in haar ontdekte, zag die kracht dwars door haar onzekerheid heen. Schaamteloos. Echt schaamteloos. En dat was leuk eraan, omdat toen ze dat in dat clubje van ons dan kon doen, en ook schaamteloos kon zijn in naakt zijn, in allerlei trucken en lagen die ze had, voelde ze zich bevrijd. En dat is bijzonder, dat zie je bijna nooit. Nooit. Ja, je hebt wel schaamteloze vrouwen, maar dan denk je toch eigenlijk bij jezelf, nou, niet zo net meisje. Maar toch bleef Sil een net meisje, dat is het gekke. Ja. Dit is uiteraard allemaal van Sil, hè? Nou, dat is logisch. Kijk, gaan we naar mijn... Oh, dat was een stoel. Kijk. Het is toch anders, weet je? Kijk.
Zo kan het ook. Van Sil. Van Sil. Hier allemaal van Sil. Hier ook. Hier. Sil. Alles. Ja, Sil. Ze zetten een ei op zonder water. Echt waar, dat is historisch hoor. De vader was kok, dus die kookte altijd. Nee, ze ruimde ook nooit wat op. Ze deed de was niet, dat deed ik allemaal. Ze deed eigenlijk helemaal niks. Maar het was ook een puinhoop in dat huis. Ongelooflijk. Beschrijf. Overal lagen kleren, schoenen, boeken, scripts. Overal op de grond verspreid. Oude etensresten. We kookten ook niet veel hoor. We aten meestal buiten de deur. En er was een paadje naar mijn schaakcomputertje. En een paadje naar de trap om in bed te komen. Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. Ze voltooit de opleiding, wordt actrice. Maar ze wil comedienne zijn. Ik weet nog goed dat ze werd een keer gebeld voor hints of zo'n soort programma, weet je wel. Nou, dat vond ik natuurlijk nog dan om daar mee te doen. Oh, vreselijk toch, die arrogantie. Dus toen aan de telefoon zat ik al, weet je wel, ervan uitgaande dat zij dat ook niet zou willen. Maar eigenlijk vond ze dat juist wel leuk. Dus ik heb er heel erg ingeperkt in die 8 jaar. Heel erg gezegd dat ze de serieuze kant op moest. Het serieuze toneel en zo. Dus wat dat betreft groeiden jullie ook wel een beetje uit elkaar. Ja. Dat is een gozer voor jou, Sil. Die zit een beetje op jouw spoor. Dat zei Gijs. Dat zei Gijs, ja. Dus Gijs heeft... Heeft haar een beetje naar mij toegestuurd, ja. Ja, gozie. Ja, goed. Gijs was van de kunst. En ik was van het amusement en het entertainment. En Sylvia was van de kunst langzaam naar het entertainment toe aan het gaan. Oehoe, is er iemand? Ja, doe jij maar vrolijk. Maar moet je dit zien, daar word ik echt treurig van. Al deze mensen zijn niet meer bij ons. Al deze mensen zijn overleden. Ja, dat is inderdaad heel erg, ja. Ja, maar Sylvia, iedereen die leeft gaat ook dood. Ik ook. En jij ook. En alle mensen op straat en alle mensen die zitten te kijken. Er is echt niks aan te doen, hoor. Ik vind het altijd zo zielig voor de familie en de vrienden die dan achterblijven. Ik bedoel, ja, als jij dood zou gaan, dan zou ik jou ook heel erg missen. Oh ja, zou je me missen? Ja, natuurlijk. Nou, ik jou ook natuurlijk, als je dood ging. En ik zou dan denken aan alle leuke dingen die we samen hebben gedaan. En ik zou ook blij zijn om de fijne tijd die we gehad hebben, hoor. En misschien zou ik je foto in mijn kamer ophangen en dan zou ik zo af en toe eens wat tegen je zeggen. Wat zij ook heel leuk vond, dat was gewoon moppen gaan vertellen. Dus de sfeer maken van, het is altijd wachten, hè, voordat de opname beginnen. Nou, dan zit zo'n tribune, die mensen hebben al de hele hebben in de bus gezeten. Nou, die worden misschien ongeduldig. En dan komt er een soort warming-up. Nou, dat deed zij onmiddellijk. Dat deed zij? Ja, vond ze heel erg leuk. Gewoon... Hallo allemaal, hoe is het met Hengelo, hoe is het met Harderwijk, ik bedoel maar. En dan ook lekker handjes schudden met iedereen, dat deed ik dan ook. Maar zij ging dan gewoon allemaal rare moppen zitten vertellen, weet je wel. En dat vonden ze prachtig. Nou, wat ze vooral heel goed kon, was dat ze wist wat acteren was. Het was niet iemand die wel eens een paar typetjes had gedaan. En dat toevallig kon, dat kon ze toevallig ook heel goed. Ze kon accenten heel goed. Maar ze wist heel zuiver wat goed acteren was en wat niet goed acteren was. En hoewel ze zeker mediageil was en gek was van de aandacht, was toch nog altijd wel één klein streepje belangrijker. Is dit zuiver op de graad gespeeld of niet? Bevat natriumhydroxide, veroorzaakt ernstige brandwonden, irriterend voor de ademhalingswegen, aanraken met de ogen en de huid vermijden. Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren, aanraken met onmiddellijk uitspoelen in geval van een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen. Kijk, hier zien we nog in de keer schrikken. Op de bus staat, alle muzzelproducten zijn supersterk in het zware schoonmaakwerk. Probeer het uit, nou ik en niet, bied je mijn leven riskeren zeker. Je voelde je ook nooit in de steek gelaten op het toneel. Dat was er altijd helemaal. En dan nogmaals kom ik op dat wat dan meetrilt, wat ik niet kan benoemen.
Iets dat meetrilt. Iets in haar persoonlijkheid dat meetrilt, waardoor je naar haar kijkt. Dus ik kan maar zeggen, je hebt 6 silhouetten op het toneel, hè, die worden van achter belicht. En je kijkt naar haar silhouet. Waarom? Ja. We hadden scènes, dat was zo meesterlijk. Deden we dingen, om een voorbeeld te geven hoe dat dan kwam. Hadden we een persiflage op een kunstprogramma. Nou, dat had je een tijd bij de NPS, dat is een kunstprogramma. En dan liep die vrouw door weilanden en dan langs wilgenbomen vertelde ze een hoop onzin verhalen over abstracte kunst. Nou, hadden wij in de studio ook een stel oude wilgenbomen. En dan zeiden we tegen Sil, nou, dan heb je daar die tekst, nou, dat is ongelooflijk veel bla bla. Maar ja, zei ik, ik zou het wel leuk vinden als het dan hondenweer was. Het regent, het stormt. Ja, ja, leuk, ja, wat heb ik dan aan, zei ze dan. Nou, bijvoorbeeld een bontjas. Ja, met niks eronder aan, hè, zei ze dan. En dan hadden we op die set een grote windmachine erop. Ja, dat wappert natuurlijk. Je ziet dat. Ieder kind ziet dat ze er niks onderaan heeft. En modder ging er overheen. En toen had de regisseur ook nog bedacht, er vliegen schapen door het windbeeld. En dan hadden we schapen, die vliegen er over Sil heen. En dat was fantastisch, jongen. Je lacht in een deuk van het lachen en toch had het die kracht. Het was iets verneinigs. Zo. Nou, en als dan straks de oven in de grote beurt het gaat, dan kunnen... gaat heel goed, hoor, zo. Heel mooi schoon. Geen toeval dat ze voor een consumentenprogramma werkt, ook dat nog. Dat ze een ster wordt in kinderprogramma's als het Klokhuis. En in dat programma voor en met verstandelijk gehandicapte knoop in je zakdoek. Iedereen in de omgeving roemt haar inlevingsvermogen, de actrice die ook verpleegster wilde worden. Tekenend voor de trouw en toewijding is de vriendschap die ze onderhoudt met Margot Keune. Een collega die door een herseninfarct wordt getroffen. Ook een beetje spuiten. Ja. Een los man. Oh, ja. Anders vliegt het af. Komt-ie, hoor. Genoeg? Hé? Hey? Wat is er? Mag ik insmeren? Wat is er? Wel ondertussen aan het verbranden. Zal ik je insmeren? Hm? Dan gaan we straks gewoon samen door het water lopen. Nou, goed dan. Gaan we zo een glaasje wijn drinken. Ja, het lijkt me best. Ja, weg, want er moet echt van een stom zwembad. Als je er zag, dacht je, hé, waar ik haar was. Waar ik dat had. Ik als man dacht ik, waar ik dat had wat zij had. En misschien dat een vrouw wel dacht, god, waar ik haar was. Zo'n gevoel gaf ze je. Als ik je nou maar kan houden. Ze werd er ook zo in bevestigd. Lijn. Ik dacht, nou, dat ze goed was. Dat ze oké was. Daar werd ze door iedereen bevestigd ook. Jullie hielden plakboeken bij je? Ja. Ja, dat deed Freek hoofdzakelijk, hoor, ja? Mijn man, ja. Die vond dat zo leuk. Die heeft het van begin af aan, vanaf de toneelschool, zelfs van de toneelschool, heeft hij alle dingetjes die ze daar deed bijgehouden. Ze was ongeveer zo beroemd als
De koningin, zal ik maar zeggen. Zie je trouwens ook een foto staan? Hè, van, ze stond van... zelfs een keer boven de koningin. Ja, ja, in de kolf. Ze was iets populairder dan de koningin. Ja. Daar staat een foto, hè, geloof ik. Ja, met Beatrix. Hè? Ja. Ja, daarom is het wel leuk dat ze er toch een keer opgekomen is met haar. Ja. 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 Daar heeft ze iets achterop geschreven. Uh-huh. Aan u? Ja. Oh, ja. Een mooie moeder in de hemel en een mooie moeder hier op aarde. Wat kan jouw kind nog beter wensen? Sylvia. Ja. Mooi. Ja, dat is wel een mooie herinnering, hè? Ja. Als je zoiets krijgt van je dochter. Hele lieve man, ja. Een idolaat van Sylvia was hij. Ja? Helemaal idolaat. De eerste rol die ze speelde was Sirk Knie. Bij het volkstoneel was dat, geloof ik. En daar gaat dan over een circus en de vader van het circus gaat dood. En iedereen is in diepe rouw, want dan wordt het circus opgeheven, want er is geen leiding meer en wie moet het overnemen. En dan kwam ze op een gegeven moment het woonwagentje uit en riep dan, ik neem het circus over. En daar was iedereen mee gered. En ik zat naast Freek in de Kleine Comedie en ze komt dat woonwagentje uit en ze zegt, ik neem het over. En haar vader zat te klappen. Want hij dacht, mijn dochter redt de tent. Zo identificeerde hij zich helemaal met wat er op dat toneel gebeurde. Ja. En andersom? Ja, zij ook. Zij was gek op hem. Ja? Ja. Ze accepteerde alles van hem. En bellen veel. Ja? Eindeloos gesprek aan de telefoon. Waar zijn we nou, haaien? Slijpen dood. Als je terugkijkt... Denk ik dat ze mij had losgelaten als degene die haar gelukkig moest maken. Ze had waarschijnlijk in haar hoofd al de klik gemaakt van, nou, dit is niet de man, dit is een overgangsfase, dit is niet de man die mij 40 jaar aan mijn zijde blijft lopen. Want ze was eigenlijk wel op zoek naar een man met wie ze 40 jaar samen zou zijn. Ja, ja. Dat ben ik heilig van overtuigd, dat ze daar zeer naar op zoek was. Nol werd die man. En Nol werd die man. Watch this. Firehead! Roesje! Hoe vinden jullie dit, jongens? Sylvia, gewoon. Hartstikke rood. In het rood. Je haar hangt nu in de bloemen. Maar het is heel mooi, hè? Metamorfose. Vanaf het moment dat ik Sylvia leerde kennen en haar leven binnenstapte. Is het met mij persoonlijk ook beter gegaan? Ik voelde me lekkerder. Ik dacht toch anders over bepaalde dingen na. Omdat zij het vermogen had om, als het mij persoonlijk aangaat, maar te leren dat als je niet van jezelf houdt, dat het ook heel moeilijk wordt om van anderen te houden. Ze heeft jou geleerd om van jezelf te houden? Ja. Om het leven wat makkelijker te nemen. Niet altijd de moeilijkste weg kiezen. Vader ligt in het ziekenhuis. Nee. Ja. Freek Millekam heeft een zwakke gezondheid. Een lijdensweg die begint als ten onrechte longkanker wordt vastgesteld. Hij is geopereerd. De operatie van zijn rug tot dan voor aan zijn borst. Maar het was geen longkanker? Maar het was geen longkanker. Het was een bacterie. Ja. En... Dus eigenlijk de operatie voor niks uitgevoerd. Dat was met medicijnen te verhelpen. En daar is je toch niet meer bovenop gekomen. Hoezeer heeft dat Sylvia aangegrepen, dat gebeurde op die manier? Nou, heel erg zelfs. Ik kan bijna zeggen dat het ook haar eigen ziektebeeld heeft beïnvloed. Op de manier hoe ze bijvoorbeeld naar artsen keek. De dood van haar vader versterkt gevoelens die ze altijd al had. Een zeker wantrouwen tegenover medische diagnostiek. Een hang naar spiritualiteit. De overtuiging dat er meer is tussen hemel en aarde. Sylvia was een zoekende, ook toen ze nog veel jonger was.
of ze op de juiste weg was en dat soort dingen. En of ze daar tekenen van kreeg en zo. Tekenen kreeg van? Boven. De kosmos. Daar was ze mee bezig. Ja. Toen ze jong was, ik weet niet precies hoe oud, had ze vratjes in de gezicht. En toen was ze een vrouw tegengekomen en die had gezegd van, nou, schrijf maar je agenda 12. Ze had er met haar hand overheen gestreken en die had gezegd, schrijf maar je agenda. 12 augustus zijn ze weg. En dat was, had het opgeschreven. Maar ze was het alweer vergeten, was een half jaar later of zoiets. En ze slaat, op 12 augustus staat ze op en ze slaat die agenda op. Ze zegt, god, er staat vratjes weg. Ze kijkt in de spiegel, vratjes weg. Ik nam het niet serieus, begrijp je? Ja, zij wel. Zij wel, ja. Ze ging ook al naar Jomanda, ver voordat ze ziek was. Hè? Ja, het was een vriendin van haar, Jomanda, absoluut. Ging daar ook naartoe en die sessies in Tiel en zo, daar ben ik nooit mee geweest. Maar wat zocht ze dan als je wat heeft deze vrouw? De wereld beter maken. Op naar een betere wereld, een goede wereld, naar het paradijs. Sylvia heb ik het over. Ja. Well, baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Halleluja. De dood van Sylvia Millekamp schokt het land en leidt zelfs tot nationale discussie. Halleluja. Sylvia, die borstkanker krijgt, reguliere behandeling afwijst en kiest voor een lang traject langs alternatieve genezers. In de laatste maanden van haar leven woont ze bij een alternatieve arts in Millingen aan de Rijn, bij Nijmegen. De keuze die we gemaakt hebben, daar sta ik nog steeds 100% achter. Die had gewoon niet anders gekund. En natuurlijk heb ik wel mijn twijfels over dingen die ons onderweg zijn gebeurd. Mm-hmm. Natuurlijk. Maar dat staat los van de keuze die we gemaakt hebben. Daar heb je vrede mee. Ja. Ja. Ja, stel dat ik veel meer of meer had kunnen bewegen om toch die andere keuze te maken, om te overleven. En dat was dan alsnog misgegaan. Dan had ik dat stukje hoop waar ze zich aan vastklampte, dat had ik dan bij haar weggenomen. Nou ja, dat zou het leven voor mij ook ondraaglijk worden, denk ik. Daar heb ik wel goed over nagedacht. Sylvia wordt ziek op een moment dat haar leven helemaal op orde lijkt. Bij Nol vindt ze een veilige thuishaven. En haar carrière neemt een ongekende vlucht. Als ze hoort dat ze borstkanker heeft, reageert ze aanvankelijk geschrokken, maar slagvaardig. Nee, dat uiterlijk is van was mindere zorg voor haar. Ook die borst, die had er van haar ook gerust afgemogen. Dat had ze geen probleem gevonden. Daar had ze ook iets mee gedaan dan. Ze zei van, nou ja, moet je dat maar horen, ik laat die borst eraf halen. En ik zet er een nieuwe borst op. Met gouddraad laat ik hem vaststikken. En daarna ga ik met één echte en één namaakborst in de Playboy. En dat zag ze helemaal zitten. Dat vond ze een fantastisch idee, ik trouwens ook. Ik zei, god, nou, dat kennen we nog niet. Dus toen was ze nog heel erg vastbesloten om het op een normale manier aan te pakken. Maar meteen opereren kan niet. De tumor is te groot. Er is eerst chemotherapie nodig. Toen zei ze nee, dat doe ik niet. Want ik wil leven en niet overleven. En toen zei ze, dan ga ik naar het alternatieve circuit en dan gaan we het heel anders doen. Ik ben gewoon met haar meegegaan. Het was haar keuze. Ik bedoel, die keuze was zo wel overwogen. Daar had ze zo over nagedacht. Daar had ze zich over laten informeren. Sylvia zegt niet te willen sterven aan de behandeling.
Ze is bang van binnen door te gaan, een ander mens te worden zelfs. Ze moet hebben teruggedacht aan het lot van haar vader. En aan de woorden van haar vriendin, Jomanda. Ik zie geen kanker, maar een infectie. Waar had ze dat meer gehoord? In overlevingsdrang klampt ze zich vast. Aan alles, lijkt het. Ja, ze kreeg allerlei signalen. Toen ik het te horen kreeg, had ik net van gedroomd van haar dat ze aangevallen werd door twee Italianen, met een mes bedreigd. En ik, held, had een pistool bij me. Er stond een Italiaan, die hield er zo vast, met een mes hier op haar hals. En die was een kop groter dan zij. En ik zei, als je er niet loslaat, schiet ik je door je hoofd. En hij liet er niet los en ik schoot die Italiaan door zijn hoofd. Dat had je gedroomd. Had ik gedroomd en bevrijdde haar dus. Nou, toch een leuk verhaal. Toen kwam ik er tegen in het Vondelpark en ik vertelde dat verhaal. En ik zei, nou geinig toch. En toen had ze een beetje een lauwe reactie. En toen zei ik, hoe is het met je? Toen zei ze, ja, ja, goed. Ik zei, nou, je zegt het net alsof je kanker hebt gehad, maar dat het nou wel weer gaat. En toen zei ze, hoe weet je dat ik kanker heb? Want toen had ze dat net gehoord. Nou, toen had ze in Haarlem te horen gekregen dat ze onmiddellijk geopereerd moest worden, maar dat wilde ze niet laten doen. Dat zei ze me toen al. Toen zei ik, laat in ieder geval second opinion doen in het Ons Lieve Vrouw. Nee, hoe heet het? Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. En dat heeft ze toen gedaan. En Jomanda had toen al tegen haar gezegd, ik zie of hoor of krijg door dat er niet gesneden moet worden. Nou, toen zei het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis, nee, we moeten niet opereren, we moeten eerst een chemokuur of bestralen, een van die twee, weet ik niet meer, om het gezwel kleiner te krijgen. En dan kunnen we pas opereren. Nu opereren zou niet goed zijn. Dus Jomanda had gelijk. Want die had al gezegd, niet snijden. En ik had gedroomd dat er een Italiaan haar met een mes bedreigde. Begrijp je? Op dat moment is dat hele mechaniekje van, ah, zie je wel, het klopt. Het klopt. En alles... Het mes in jouw droom. Ja, precies. Daar belden ze later over terug. Het was toch een mes wat je zei? Ja, en er moet niet gesneden worden. Nou, het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis zegt ook niet snijden. Dus die... Jomanda zei niet zomaar wat. Dat klopte. In a way. Hij heeft echt op die ene hoek gestort. Ja. Met volle overgave ook. En met bewijzen, en met boeken, en met video's. Kijk, Alfred, kijk wat hij nou zegt. Dat klopt. Die kant moet ik uit. Die man legt dat zo goed uit. Echt. Ik geloof dat. Ook haar eigen huisarts, waar ze fantastisch contact mee had, die heeft ze echt... verboden nog op te bellen of... En die ook iets had van, Sil, je moet nu gewoon ingrijpen, want dit gaat mis. We zullen gewoon niet compromisloos heeft ze die weg willen bewandelen. Ja, je ziet eigenlijk een geloof ontstaan. Uit angst. Dat is wat je ziet. En alles klopt en alles wordt in een heel streng logisch verband gezet, zodat iedere redenering blijft kloppen. Maar de basis daarvan is angst. Het was een eenzame weg. Ja, zonder meer. Ze is natuurlijk ook enorm gewend om altijd bijgevallen te worden. Ze weet niet beter, ze kent eigenlijk niks anders, zeg maar. Of ze weet bijna niet beter, zou je zeggen, maar... Hier stond ze zo, ja, alleen in. Ik denk dat mijn laatste contact met haar was... Ik vermoed dat ongeveer in januari was. Dus januari voorafgaand aan augustus, dat ze stierf. Misschien ietsje later. Ik heb later nog een keer ingesproken op het antwoordapparaat. Heeft ze niet meer op gereageerd. Toen was het een moeilijk telefoongesprek, ik had het niet meer gezien, waarin ze heel duidelijk zei, eigenlijk letterlijk, van als je me probeert over te halen om het anders te doen, dan beëindig ik het telefoongesprek. Ik wil deze ingeslagen weg voortgaan. Dus dat was een gesprek met stiltes waarin ik dus mezelf moest achterhouden en bepaalde dingen niet moest zeggen. Ze wou zich niet laten afleiden. Dus als ik had gezegd, Sil, zou je er niet alsjeblieft... Dan was ik er kwijtgeraakt. Moeilijk. Ja. Ja, hoewel ik ook, ik heb er echt in geloofd hoor. Dat het, dat het goed met haar ging komen. En ook omdat ze er zelf zo in geloofde. Dat ik, ja. Zelfbedrog?
Van haar of van mij? Ja, van jou. Nick geloofde het. Nick geloofde het echt. Ik belde haar. En eerst luisterde ze dan op het antwoordapparaat wie het was. Toen nam ze op en toen zei ik, ik wil bij je langskomen. Verder niks, ik wil je niet overhalen om iets te doen, maar gewoon bij zijn. Nee, zei ze, wil ik niet, ik wil eerst beter zijn. Heeft ze lang het gevoel gehouden dat ze dit wel zou overleven? Denk ik? Volgens mij tot het eind. Tot het eind. Dat is het gruwelijke ervan. Ze is niet aan sterven toegekomen. Het is een extreme keus geweest, maar ik begrijp toch wel. Daar is waar zij voor is gegaan, ja. Zo heb jij het gewild. En daarin heb jij diep van binnen geloofd dat het kon. En dat je het op kon lossen zelf, op die manier. En ik merkte dat ik daarvoor respect had. Dat is wat er met mij gebeurde. Ik weet niet of ze wist dat haar einde naderde. Nee. Dat is een vraag die ik mezelf elke dag stel. Zeker in het laatste stadium, dan ben je toch met overleven bezig. Weet je, dus we hadden het in principe alleen maar over wat kunnen we nog meer doen en welke actie kunnen we nog meer ondernemen. En je wilt er niet bij stilstaan dat je eventueel doodgaat. Sylvia sterft in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen. Op een gegeven ogenblik was de pijn zo erg dat ze morfine kreeg. En toen zagen we ook dat ze langzaam een beetje ging wegzakken. Ze had een kamertje, er stonden twee bedden, één voor mij. En alle familieleden waren er inmiddels en onze goede vrienden. Dus het was ontzettend druk in het kleine kamertje. En toen vroeg de zuster dus of Sylvia het fijn zou vinden als er een priester bij kwam. En de pastoor die de dienst verzorgde, die las een stukje voor uit de Bijbel. En het ging dan over Jezus. En toen zei ze, opeens keek ze de hele kring rond. Keek iedereen aan. Ja, zegt ze, Jezus. En dat kwam er ineens zo luid en duidelijk uit. Dat, ja, er ging een golf van ontroering, zeg maar, tegen. Door de mensen om me heen. Een mooi meisje met rood haar en vleugeltjes. En een volgspot. Dus eigenlijk dat het gewoon doorgaat voor ons zoals het hier geëindigd is. Ja, dat zou ik heel graag willen, ja. Voor het laatst tegen je. Je zegt niets terug, dat is dan voor het eerst. Straks ben je weg. Dag Sylvia, het ga je goed, dappere dodo. Ik heb zo van je genoten. We'll be right back.